Wim Liebaert, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent onze moestuinman. Elke donderdag in de lente kom jij ons van alles vertellen. Je hebt vandaag een frivol onderwerp gekozen, hè? Over de bijtjes en de bloemetjes. Oh, interessant. Heel interessant. Bloemetjes en bijtjes. Bijtjes zonder bijtjes, geen bloemetjes. Geen vruchten, geen eten meer eigenlijk. Hè. Daar komt het op neer. Hè. De bijen en de hommels, insecten, zorgen voor eigenlijk 80% van alles dat moet bevrucht worden in de natuur, daar zorgen die insecten voor. Dat is gewoon waarschijnlijk. Ze zijn ook met veel, hè? Laat ons duidelijk zijn. Ze zijn met heel veel, maar ze hebben het heel hard op dit moment. Hè. Hoezo? Ja, er zijn eigenlijk twee redenen. Er is gewoon niet zoveel eten meer voor hen in de natuur. Hè. Zeker in Vlaanderen, er zijn veel verkavelingen. Mensen leggen grasveldjes aan, waar er geen bloemetjes zijn. Waar of op betonperkjes. Hè? Of beton, ja, ja, dat is het. Hè. En plus in de bijenpopulatie, bij de imkers dan, is er een ziekte, iedereen heeft er wel van gehoord, dat er iedere winter zoveel bijennesten eigenlijk weg zijn. Bijensterfte. Ja, Britt heeft ook een nest, hè, die helemaal dood is, heeft ze mij een volkje, verteld. Zei ze. Een volkje. Ze noemt het een volkje, ja. Dat is een ramp eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar daarom dat wij eigenlijk er ook veel kunnen aan doen. Ja, maar hoe trek je die aan, zo bijen en hommels in je tuin? Wel, door bloemen te zetten. Hè. Ah. Door ze te verlokken eigenlijk. Hè. Wat hij eigenlijk doet, wat ik doe, hè, dat is... ik heb een langwerpige moestuin en aan de ene kant staan allemaal fruitbomen. Onder die fruitbomen, een strook van een meter breed, 20 meter lang, zaai ik ieder jaar een bloemenweide. Mm-hmm. En ik zet eetbare bloemen en bloemen die echte insecten aantrekken. En ik verlok ze eigenlijk om te komen naar mijn moestuin. En ze gaan niet alleen op die bloemetjes zitten, ze gaan ook op de bloemetjes zitten van mijn courgettes, van mijn pompoenen. En die bevruchten die. Want als er geen bevruchting is, die bloemen gaan er altijd zijn, maar zonder de insecten hebben geen bevruchting en hebben geen vruchten ook bij gevolg. Dus daarom dat je ze echt in de moestuin wil hebben. En dat zijn allemaal eenjarige bloemen die je daar dan echt zaait? Ja, ik zaai het liefst eenjarige bloemen. Mm. Dat zijn bloemen die in één jaar opkomen, heel veel bloemen geven en dan weer doodgaan in de winter. Als je 2 jaar overlevende planten zaait, het probleem is dat je een jaar moet wachten tegen je bloemetjes. Ah, ja. Zeg, en zo'n bloemenweide aanleggen, hè? Hoe doe je dat concreet? Dat is eigenlijk heel simpel. Hè. Je moet vooral arme grond hebben. Ah, okay, ja, altijd, ik heb het altijd over een beetje mest bijgeven. Ja? Nee, totaal niet. Ze moeten arme grond hebben, een zonnige plaats. En praktisch op beheer ermee, volgende week, een paasvakantie, ideaal moment, gaat wat goed weer zijn. Je rakelt een stukje grond, gewoon mooi effen. Je zaait mooi uit je zaad. Je rakelt nog een keer dat zaad onder de grond. Je moet daar geen laag aarde op leggen. Nee. Hoe slechter uw grond, hoe beter. Is het echt? Ja. Gaan de vogels dat dan niet oppikken? Dat juist, zaad? Dat moet je nog doen. Dat is heel belangrijk. Ik had erin goed. Dus je moet je zaad eigenlijk zorgen dat het een beetje onder de grond zit. Want anders zijn gewoon zaad voor de vogels aan het strooien. Mm. Die komen dat allemaal opeten. En dan het belangrijkste van allemaal is in die eerste weken dat je het vochtig houdt. Nu, met de regen is dat nu geen probleem. Maar het kiemen van dat zaad in het begin, die eerste 2-3 weken... het is heel belangrijk dat de grond altijd vochtig is. En dan ga je van de zomer prachtige bloemenweide. Ja. Veel dieren in de tuin, je zei het net al, dat is ook fantastisch voor de moestuin. Hè? Ja. Je wilt eigenlijk een soort biotoop creëren, waar dat zowel te beginnen bij je grond, een goede grond, goede planten, veel insecten, dan komen de vogels ook af. En je wilt eigenlijk hebben dat alles mooi in evenwicht is. Je kent toch een diertje dat minder fijn is in de moestuin? Dat is de bladluis bijvoorbeeld. Ja, bladluizen, ja, dat is verschrikkelijk. Maar bijvoorbeeld als je lieve heersbeestjes zit in uw moestuin of in uw tuin, dat zijn echte veelvraten. Het is te zeggen, de larven van de lieve heersbeestjes, die eten en masse die bladluizen op. Hè. Ook oorwormen. Hè. Oorwormen zijn eigenlijk nachtdieren. Dus als je een potje omgekeerd in je moestuin hangt, waar er wat stro in zit, in een zakje zo, die gaan daar overdag slapen. 'S Nachts komen die uit. En ik hang die bijvoorbeeld in mijn boomhaard. En die struinen eigenlijk de takken af op zoek naar die bladluizen. En die eten niet. Die eten niet van de planten, de oorwormen? Nee. Ah, ik weet dat niet, ja. Nee, zeker niet. Ja. Nee, het zijn de bladluizen. Hè. Dat zijn echt... die zien graag. Ja, wat dan die doen, die zitten op de topjes van die planten en die zuigen eigenlijk de plant leeg. Op de toppen van de planten is het meest sapstroom. Daar gaan ze gaan zitten. En dan zuigen ze eigenlijk de plant leeg en uw plant verzwakt en gaat dood. Echte parasieten dus eigenlijk. Echte parasieten, ja. Ja. Die zie ik niet graag komen. Bijen, hommels, vogels, allemaal goed en wel. Hè. Maar er zijn ook nog minder aangename gasten, net zoals die bladluizen. Slakken namelijk. En die komen nooit alleen. Die brengen altijd een hele familie mee. En als je dat in je moestuin hebt, ja, dan is het toch wel een klein probleem. We willen wel eens weten wat jij daartegen doet, Wim, tegen die slakken in de moestuin.